Wij zijn de Onkruidenier. Samen doen wij onderzoek naar wilde planten die we eigenlijk in de natuur vinden. En hoe die wilde planten verhalen vertellen over verschillende landschappen die wij onderzoeken. Ja, hoe zijn die planten ooit door mensen in gebruik genomen? Kun je planten in het wild eten? Worden ze gebruikt als medicijn? Of zijn er andere dingen te ontdekken? Nou, dat is eigenlijk altijd een bepaald onderzoek wat we doen. De opdracht die het Zuiderzeemuseum aan ons gaf was om te kijken naar oude eetgewoontes aan de hand van wilde planten die heel veel langs de kust van de Zuiderzee voorkwamen, eigenlijk voor de komst van de afsluitdijk. En waren er bijvoorbeeld planten die daar groeiden langs de Zuiderzee? Die zijn we misschien nu vergeten en wat zouden we daar nu weer mee kunnen? Nou ja, toen deden we dus echt een ontzettend mooie vondst. En vonden we een hele bijzondere plant die op de afsluitdijk groeit. Ja, dit zijn eigenlijk de zaden van de zeekool. Heel veel mensen kennen deze plant natuurlijk niet, de zeekool. Dit is hem. Ja. En zoals je kunt zien, hij lijkt ook eigenlijk wel een beetje zo op een boerenkool eigenlijk. En hij is dus de voorouder van heel veel kolen die we nu in de supermarkt gaan kopen. Ja, kijk, op een gegeven moment, zo in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen is die afsluitdijk gebouwd. En het heeft best wel een grote impact gehad op de aanwezigheid van bepaalde, vooral zoutminnende planten, rondom de Zuiderzee en nu het IJsselmeer. We staan hier eigenlijk in een soort wilde zeekoolkwekerij. Inmiddels wordt er ook wel mee getest om zeekool als gewas te verbouwen. Wat je heel goed ziet is dat die blaadjes die hebben een beetje een grijs laagje. En die bladeren zijn vrij leerachtig, want hij groeit eigenlijk altijd langs de kust. En hij moet zich dus altijd kunnen beschermen tegen best wel heftige leefomgevingen. Dus op een gegeven moment wilden wij natuurlijk ook meer weten over de zeekool en hebben we contact opgenomen met de Universiteit van Wageningen. We waren eigenlijk heel erg benieuwd naar de verwantschap tussen aan de ene kant de zeekool, de wilde koolsoort en alle andere koolsoorten. Doordat de zeekool eigenlijk heel goed bestendig is tegen zout, omdat hij echt aan zee groeit en heel veel warmte en zout kan tolereren, is het eigenlijk een hele interessante plantensoort voor de toekomst van onze landbouwgewassen. Ga jij ook proeven? Ja, zeker. Ja. Het smaakt echt gewoon naar broccoli. Ja. Ja. Wij vonden het heel fijn dat we de bezoeker mee kunnen geven dat ook heel veel planten waardevol zijn. Als we die nu weer terughalen naar het Zuiderzeemuseum, wat je daarvan kan leren. En daar is de zeekool er eentje van.